Hallo, mijn naam is Emma. Ik ben 16 jaar en dat is mijn vader die je daar op de achtergrond ziet. Hij werkt hier gewoon bij de Volle Maanstad en hij moet zorgen dat alle sloten hier schoon blijven. Ik moet hem daarmee soms helpen, alleen soms heb ik daar ook gewoon geen zin in, maar het moet gewoon. Maar dankzij ons is het water hier wel zo helder als maar kan. Je kunt er lekker in zwemmen, spelen en alles wat je maar wil. Ik ga jullie nu een stuk van mijn leven laten zien. Hey pap. Hey lieverd, vergeet je niet eventjes naar Bowie te gaan? Ja, ik ga er naartoe. Bowie! Hallo lieverd, vandaag gaan we lekker rijden. Ik doe je tuig wel op. Zo. Kom eens met dat hoofdje van jou. Het is nog geen tijd om te eten, dat had jij net kunnen doen. Zo, en nog eventjes gewoon mooie beendingen. Deze beenbeschermers zijn wel goed. Laten we rijden. Goed zo, kom maar. Oehoe, lekker tilt. Lieverd, ga je nu al weg? Ja, ik moet Bowie even bereiden. Oh ja, help je zometeen bij de molen? Ah, oké. Ik heb er helemaal geen zin in. Niemand heeft dit werk. Alleen ik. Bowie, jij moet soms ook helpen. Dat gaat bijna in vanaf. Over een paar dagen. En dat wil ik niet. Ik wil jou die vervelende gevoelens niet gunnen. Maar goed, laten we even naar het dorp gaan. Want daar is het altijd wel gezellig. Oh, hi Em. Hoi. Zeg, je pony hè? Mag ik hem overkopen? Nee, sorry. Hij is niet te koop. Oh. Hij is onder zijn dure gassen. Jou ga ik nooit verkopen. En we passen bij elkaar. We hebben gewoon een goede klik. Wat is hier nou weer gebeurd? Iemand opgesloten of zo? Ha! Zo. Hoi oma. Oh hallo lieverd. Hoe is het bij je vader? Slecht. Ik moet weer helpen. Ach, wat vervelend. Ik ga even hierheen. Nee. De bijen gaan je echt aanvallen hoor. Nee joh. Oké, ik ga daar toch niet heen. Dat dacht ik al. Wat vervelend dat die bijen zo vervelend doen. Normaal doen ze nooit zo. Trouwens, ik wil op mezelf wonen. Dan hoef ik ook niet meer te helpen bij die stomme poepmolen. Zou dat kunnen? Ik ben nu benieuwd. Maar goed, laten we eerst even lekker in het water spelen. Goed zo. Braaf. Kom maar. Goed. Juist. En hier doorheen. Goed zo. Hallo meneer. Wat is hier aan de hand? Hey, je prima dat ik een zwerver ben. Laat me met rust, ik heb het ijskoud. Oké. Rustig. Opnieuw Hilcrest. Daar is het mooi. Misschien kan ik daar gaan wonen. En bah, wat een vies weer. Ik haat het. Ik haat die stomme mist van de Maanstraatdorp. Gelukkig is in Nieuw Hilcrest het anders. En ja, er zijn meerdere mensen. Maar ik mag daar niet zo naar binnen. Want de poorten zijn meestal gesloten. Nu waren ze toevallig open. En dacht ik, wat nou als ik erin ga? Dit is toch een beetje een autotempo, dacht ik. Hé, hey, jij er! Kom eens hier bij mij. Wat is er, meneer? Je mag hier helemaal niet komen. Weet je dat wel? Vreemdeling. Pardon, ik wil hier gewoon even een kijkje nemen. En ik wil hier komen wonen. Dat mag niet. Want alleen de generaties van ons mogen hier wonen. En verder niemand. Dat is niet leuk. Je weet dat in de Maanstraatdorp het erg zwaar is voor iedereen. Ja, dus niet mijn probleem. Nou, dat mag je ons toch wel toelaten. We mogen niet eens even kijken van jou. Inderdaad. Nou, en bedankt. Kom maar, Bowie. We gaan gewoon verder. Kijk, daar zijn mijn vriendinnen al. Hi, girls. Oh, Emma. Hallo. Hey, oh wat een poepie. Ja, jullie puppy is ook een poepie. Ja, hè.
Wat vind je van ons nieuwe huis? We hebben nog één slaapkamer vrij. Dus wat dacht je om bij ons te komen? Ja, dat lijkt me geweldig. Maar ik mag niet, want ik ben niet van de nieuwe Hillcrest generaties. Oh. Daar moet je echt niet op letten. Dat is zo'n dikke onzin. Echt zo? Je moet er echt niet op letten, Emma. Ze willen je alleen wegjagen omdat ze dat graag willen. Wij zijn ook niet van de nieuwe Hillcrest generaties. Wij zijn hier ook... Wacht, wat? Top, dan kom ik hier wonen. Yes, een roze auto, een mooie garage, een eigen mooie huis. Wat beter kan gewoon niet. Ik zou er niet langs gaan als ik jou was, Emma. Waarom? Dat is de boze bierman. Als je daar al maar één stapje in zet, oh, je hebt een probleem. Echt zo? Oh, wat vervelend. Nou ja, ik moet er maar weer eens vandoor. Ik kom zo meteen weer terug. Ja, is goed. Zie je later. Nou ja. Oh, hoi. Hey, jij komt hier precies op tijd, jonge dame. Pardon, ik ken jullie niet. Dit is een beetje creepy. Ja, alleen je zult ons gauw genoeg kennen. Jij wordt medewerker van de GED. Wat is GED? Dat hoef jij niet te weten. Hoewel, jawel, dat moet je wel weten. Maar dat ga ik je nu niet vertellen. De GED is een heel goed bedrijf, dat zou ik je zeker verzekeren. En we doen alles heel eerlijk. We geven je spionnenmissies en die moet je uitvoeren. Hoe tof is dat? Sorry, maar ik doe niet zo graag aan het... Jonge dame, jij hebt hier geen keuze in. Nee, heb je niet. Johan, jij hoeft je er niet mee te bemoeien. Je eerste missie is, ga weg. Doei, ik ga weg. Later. Kom snel. Jonge dame, wacht eens heel snel. En kom eens heel snel hier. Nee. Kom, okay. Kom snel mee. Hallo, mevrouw. Je mag me ook gewoon tante noemen, hoor. Oké, tante. Ja, je zit in de geldproblemen, lieverd. Daarom heb ik je opgegeven voor de GED. Maar je kan je ook nog meedoen aan de champ. Kampioenschap. Die is hiernaast. Die begint bijna. Oh, oké, top. Dan ga ik daar aan meedoen. Oké. Misschien wordt het tijd dat we jouw manen weer eens gaan knippen. Oké, ik ga dit even de noppen met jouw manen knippen, omdat het er niet uitziet. Kom maar, we gaan bij deze meedoen. Ik weet niet of we gaan winnen, dat ik denk niet, maar ja, wat maakt het uit. We hebben nog wel een tijdje, dus we kunnen nog wel even naar dit water gaan hier. Woehoe! We hebben een probleem. Hoe komen we hier weg? Via de zijkanten misschien. Ik weet niet of dit te gevaarlijk is, maar we gaan het proberen. Daar kunnen we sowieso niet langs. Dus dan moeten we hier langs. Ja, oké. Gelukt. Nu moeten we alleen nog die kant op. Hopelijk is het hier niet diep. Please zeg dat ik hier kan staan met jou. Oké. En snel. Snel, snel, snel. De rotsen zijn wel stijl. Nou ja, jij kan dat wel. De rotsen zijn stijl. Maar ja, dat kan jij wel. Ah, dat rent. Oké, nu moeten we hier alleen nog opkomen. En dat stuk redden we nooit. Hoe moeten we nu ooit terugkomen op de goede grond? Like, ik kan jou hier niet achterlaten. Jij kan namelijk niet zonder mij weg hier. Yes, het is gelukt. Nu kunnen we weer gewoon door de water spelen. Woehoe, dat was lekker. Even door het water rennen. Nou, we moeten wel snel zijn voor de champ. Hij gaat bijna beginnen. Kom maar. Kijk, die is lekker aan het tilten. Ah, daar is de champ al. Hopelijk wordt het niet een al te drukke. We hadden nog wel 6 minuten. Nou, wacht maar. Zo, de champ begint bijna. Kom, we gaan alvast naar het startpunt. Wat zijn er veel Arabieren vandaag? Het zal. Zometeen worden we in een groep ingedeeld. Top, we zitten met vet veel Arabieren. Die zijn hartstikke snel. Ach, wat maakt het uit. We gaan bijna beginnen. Oké, bijna. Daar gaan we dan.
Let's go. Oké, die andere paarden zijn wel een beetje snel. Maar wij weten allemaal stiekem wegjes. Zo, so, let's go. Oké. Schijnbaar werkt het zo. Nee, die bij weer. Nou ja. Kom, we gaan haar inhalen. Goed zo. Nou, die auto's mogen we ook wel eens even wat netter parkeren. Potvermikkemes. Die geldproblemen kunnen we echt niet zo houden hoor. Ja, iedereen wil natuurlijk geld. Nee, we hebben de vlag gemist. Die gaan we nooit winnen. Vooral niet van die... Ja, die trage. Ja, wat boeit mij dat nog meer. Ik moet gewoon winnen. Gewoon, dat moet. Anders kan ik je niet houden misschien, Bowie. En ik wil je wel houden. Yes. Zo, moet je kijken. We hebben geldprijs gekregen. Oké. Okay. Zo, lekker even afkoelen. Dat heb je wel verdiend naar zo'n lange rit. Lekker, hè? Kom, dan gaan we even deze kant op. Oké, je mag één likje aan het water, maar het is wel zout. Plons. Doe maar. Wil je niet meer of zo? Kijk je nou serieus naar jezelf? Er is niet heel veel te zien, hoor. Prima. Ja, kan je wel stampen wat je wil, maar gaan we gewoon drinken? Als je het zo graag wil. Nee? Oké, okay. Dan neem je op. Potverdurie. Kom, hindernisje. Goed zo. Dan moeten we ook wat oefenen, dat ik heel op een rennen moment hindernisje ga doen. Jeeha! En nu kan ik je toch houden. Wat een verrassing. En ik woon bij mijn vriendinnen. Allemaal mijn problemen zijn opgelost. Samen met jou. En mijn vriendinnen. En dit was dan weer de video. Hopelijk jullie het leuk vinden. Vergeet niet op een wit duimpje omhoog te drukken. Die uiteindelijk zwart wordt. En niet en check even of je niet al geliked hebt. Want anders krijg ik minder likes. En als je nog niet geabonneerd bent. Ga dan zeker abonneren. Dus check even ook of je abonneerknop rood is. En anders. Ja, dan moet je wel klikken. Tot de volgende keer.